Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goedzooi en Blackgate. Een hele goede avond. Fijn dat je kijkt naar Jazz Talk. En dat is het programma dat nu hoort bij Breda Jazz. Want het grootste, het oudste in deze vorm bestaande jazzfestival van Nederland, wat ik zeg van Europa gewoon, heel groot, grotendeels gratis toegankelijk, dat is begonnen, dat duurt dus tot en met een zondag, 48e editie. En Breda nu, samen met Omroep Brabant, zorgt ervoor dat je die sfeer gewoon lekker vanuit je luie stoel mee kunt gaan pakken. We zitten dus er heel erg fijn bij in de tussentijd. Als je misschien vroeger nog wel eens in het Breda's Museum bent geweest, dan ken je dat nog wel, dat daarin geëxposeerd werd. Nou, daar zitten wij op dit moment en daar maken wij deze uitzending vandaan. En dat doen we dus ook morgen, dat doen we ook zaterdag en dat doen we ook zondag. Omdat Breda Jazz gewoon bruist en dat willen we heel graag overbrengen. En dan heb je natuurlijk muziek nodig. En degene die voor het affiche verantwoordelijk zijn, dat zijn onder andere de mensen bij mij hier zo aan tafel. En dat zijn Bart Wouters en ook Artwin. Een hele goede avond, heren. Goedenavond. Bart, en dan wil ik met jou beginnen, want Hemelvaartsdag, traditiegetrouw, de eerste dag van Breda Jazz. En dan gaat je wekker 's ochtends. Maar dan vraag ik me af, ben jij al voor de wekker wakker? Omdat je als een klein kind gewoon staat te popelen dat we gaan beginnen. Ik ben in ieder geval voor de wekker wakker, ja. Nee, en natuurlijk popel ik. En dan begint de gezonde spanning, want dan gaan we het festival openen. En dan moet ik natuurlijk dan ook nog een praatje doen. En dan hopen we natuurlijk dat alles goed gaat, hè, zo'n eerste dag. Ja. En als het dan eenmaal loopt en de stad staat vol met mensen, want dat is ook nog zo'n ding, hè, komen ze allemaal wel? Nou, ze zijn er. En ze zijn gekomen en de stad, het was druk in de stad, het was gezellig, een fantastische sfeer. Dus dag 1 is nu al geslaagd. En die is nog niet eens afgelopen. Artwin Poppelaars, de PR en ook verantwoordelijk voor de voorlichting. Loop je dan continu met je telefoon ook nog bij de hand van, als er maar niet ergens misgaat, stroom uitvalt, er is een artiest zoek, muziekspullen zijn kwijtgeraakt? Nou, niet alleen ik loop de hele dag met een telefoon rond. We hebben een PR-team die de mooiste kiekjes probeert te maken. We hebben drie fotografen die continu bezig zijn en alle podia bekijken en probeer het zo mooi mogelijk in beeld te zetten. En daar ben ik vooral mee bezig en nog niet eens wat er misgaat, want, of als dat er iets misgaat, maar dat we het mooiste festival gewoon ook kunnen laten zien. Want hoeveel podia hebben we? We zitten 15 plus, hè? 16 volgens mij, in ieder geval 11 buiten. Ik heb even 17, snel geteld, 17? Ja. Kijk, daar heb je dan inderdaad nog een hart in. Een bonuspodium, ja. Nou is het zo, het gros is inderdaad gratis toegankelijk. Je komt in de binnenstad van Breda, je loopt er letterlijk tegenaan. Dat is niet te missen, je moet door de mensenmassa heen. Aantal dingen is betaald. En ik was nog eventjes aan het kijken en ik uitverkocht. Dat doet jullie deugd, denk ik, om te zien dat die dingen die betaald zijn dus heel goed lopen. Ja, dat doet ons absoluut deugd. We maken altijd een schatting, hè, vooraf, maar op de kaartverkoop. Maar bijna alle binnenconcerten, we hebben er 10, dus het valt nogal mee, want al de rest is volledig gratis toegankelijk. Maar die 10 zijn dan ook bijna helemaal uitverkocht. Er zijn nog wat kaarten voor de gospel. En weet ik grote één, kerk, ja, heel grote bijzonder, kerk. Dus daar kunnen veel mensen in. Ja, heel bijzonder. Maar ja, daar zijn we blij mee, dat ook die concerten zo populair zijn. Dus dat heeft de programmaraad dit jaar echt goed ingeschat. En ze hebben echt een paar mooie concerten weten te organiseren en te plaatsen. Voor jullie is het de 48e editie. Nou, ik zeg doortrekken, sowieso minimaal die 50 gaan halen. Hè? Maar nu staan jullie stil bij 300 jaar New Orleans, de bakermat van de jazz. Hoe zien we dat terug in de programmering? Bart? We hebben een aantal bands die daar aandacht aan geven. Dat zijn Nederlandse muzikanten die daar aandacht aan geven op diverse manieren. Want ja, New Orleans is een stad, bakermat van de jazz, absoluut. Maar een thuis voor heel veel stijlen. Maar de belangrijkste die wij, en daar zijn we echt trots op dat we die hier in Breda hebben, is een band uit New Orleans, Tuba Skinny. Die hebben vandaag ook deel uitgemaakt van de opening. Hebben van de burgemeester een mooie plaquette gekregen. Felicitatie voor 300 jaar stad New Orleans, bakermat van de jazz. Nou ja, iets waar we dus op dit moment in de vele vormen daarvan ook genieten in Breda.
Ze hebben ook weer vol trots die plakketten in ontvangst genomen. En zij zijn vandaag, morgen en zaterdag 3 dagen lang op verschillende podia in de stad te bezichtigen. En te beluisteren en te bewonderen. Hele mooie band. Laten we dan eens eventjes gaan kijken hoe dat ging bijvoorbeeld. Want zo'n opening, dat gaat natuurlijk met allerlei tradities gepaard. Dat wil inderdaad zeggen dat de burgervader erbij is. En dat overhandigen in dit geval dus van die plaketten. Omroep Brabant en Breda nu stonden wel mooi vooraan. Zoals elk jaar wordt het festival natuurlijk gevierd met een grootse opening. En dan kan het festival gewoon beginnen. Hey! Beste mensen. Wij zeggen, Breda brengt het samen en als dat op één moment wel echt geldt, dan is het tijdens de jazzdagen. Al 48 jaar brengt de jazz Breda en de omgeving samen. Jazz is ook het moment, als je op het podium kijkt, waar mensen bij elkaar worden gebracht. Mensen die elkaar niet kennen, maar met elkaar jammen, met elkaar een prachtige sessie beleven. Jazz brengt echt daadwerkelijk alles bij elkaar samen. Het is een geweldig festival, voor de 48e keer. We zijn er enorm trots op als stad, dat het in onze mooie stad kan plaatsvinden. Namens Breda, dit prachtige beeld, wat laat zien dat wij als stad genieten van de culturele erfenis en het culturele goed wat New Orleans heeft voorgebracht, al 300 jaar lang de bakermat van de jazz in de hele wereld. En via Breda aan New Orleans, ter felicitatie van een 300-jarig bestaan, via de zangeres van Too Much Skinny, the congratulations for New Orleans, and a thank you for having such a good jazz tradition, probably also in the Netherlands. Your cultural heritage is for us every year and during this time, a festival that we are very proud of. Thank you very much, congratulations for your city, and hope you have a wonderful time here on our jazz town, Breda. Thank you very much. Wat betekent nou het Jazz Festival voor u? 4 dagen feest. Ik ben de penningmeester, dus heel veel voorbereiding met een groep van 140 vrijwilligers. En nu is de ontlading, je zag het net aan de confetti. En nu gaan we gewoon echt 4 dagen genieten, volle bak. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Ja, de opening is net geweest van het Jazz Festival. Heeft u er een beetje zin in? We hebben er heel veel zin in. Het was mooi ook, een mooie toespraak van de burgemeester en de samenzang. Hè? Ja. En is het nou ook echt iets waar u naar uitkijkt zo? Ieder jaar kijken we wel naar uit om weer naar Breda toe te gaan. Vanuit Prinsenbeek zelfs moet je nagaan. Naar Breda toe te gaan voor bij het jazzfestival te zijn. Ja. En gaat het dan ook echt 4 dagen lang? Nee, 4 dagen lang niet. 4 dagen lang gaan we niet. Maar als het weer er toelaat, gaan we wel, als het even kan, iedere dag eventjes lekker een pilsje drinken. Oké, nou veel plezier vandaag. Dankjewel. Geniet er wel. Een mooie programmering en er zijn dus inderdaad heel veel vrijwilligers onder andere ook mee bezig. Artwin, dat is echt een hele grote groep, hè? Ja, 140 vrijwilligers die eigenlijk belangeloos 4 dagen en nog langer zelfs, want we hebben natuurlijk een opbouwploeg en een afbouwploeg, die daar echt gewoon met hart en ziel aan werken. Ja. Want er zijn natuurlijk sponsoren ook, hè? Pak het krantje erbij, dan kan het niet missen. Dan zie je wie dat er allemaal voor zorgen dat Breda Jazz er gewoon weer is. Maar er was ook altijd nog die collectebus. Precies. En die piek voor muziek, maar jullie gaan met je tijd mee. Want ik heb hier een QR-code, hè? Dus dan hebben we een app nodig. En wat gebeurt er dan? Wat hebben jullie bedacht? Ja, we hebben een club met piekers, zoals we noemen, die gaan inderdaad met de collectebussen rond. En zoals je al gezegd, we zijn een gratis toegankelijk festival op een paar betaalde concerten na. En om dat gratis te houden, hebben we echt de steun van onze sponsoren nodig. Maar ook van de bezoekers. En dat doen we altijd met de collectebussen. En dit jaar hebben we inderdaad gedacht van nou, we merken dat onze bezoekers steeds minder contant geld bij zich hebben. Vaker pinnen. En daardoor hebben we een QR-code bedacht. Die kan gescand worden. Ja. En dan krijg je een
een invoerveld waarbij je zelf je bedrag kan bepalen. En dat gaat dan via iDeal, gaat dat allemaal heel erg makkelijk. En dan wordt het daarover gemaakt. Dus dat mag vanaf 50 cent. 25 euro is welkom. En natuurlijk, alles meer is beter. Voor nu, hè? Even genieten tot en met een zondag natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je ook deels al wel bezig bent met... Nou, voor volgend jaar wil ik al... Bart, wanneer begin je eigenlijk met het zoeken voor de komende editie? Nou ja, we gaan nu eerst inderdaad 4 dagen genieten. Daarna gaan we evalueren. Gaan we kijken waar er nog leerpuntjes zitten. Waar we dingen kunnen verbeteren. Waar we dingen anders zouden willen ook, hè, als organisatie. Of zouden willen uitbreiden. Of noem het allemaal op. Wat er dan binnen onze mogelijkheden ligt. Dat gaan we eigenlijk meteen doen. Eigenlijk dan vanaf na de zomervakantie, half augustus... gaan wij alweer starten met de organisatie van het volgende seizoen. Dat gezegd hebbende, dit is de 48e editie. Dat betekent dat die 50e longt. Mm-hmm. Daar zijn wij al wel mee bezig. We hebben ook met de gemeente over gesproken, ook onderling, hè, dat is bestuur, maar ook met de programmaraad. Toch alvast een beetje brainstormen over wat zouden we willen. Wat zouden we bijvoorbeeld mooie verhalen uit het verleden of mooie happenings uit het verleden nog een keer terug willen halen. Daar zijn we nu alvast een beetje over aan het fantaseren. En gaan we volgend jaar... Komend seizoen naast de organisatie van het 49e Jazzfestival toch alvast voorzichtig wat uitwerken. Want om dat allemaal in één jaartje te proppen, die hele organisatie, dat kan niet. Dat wordt te weinig. Dan voor nu, het is dus heel erg breed ook, Artwin. We kunnen veel meer doen dan alleen jazz, hè? Welke stijlen zoal nog meer? Noem ze maar even. We hebben uiteraard zijn heel breed geprogrammeerd. Daardoor kunnen we ook een groot publiek aanspreken. En er zijn altijd een paar plekken waar we extra aandacht geven aan een stijl. En dat is bijvoorbeeld bij het Kerkplein. Daar hebben we een hele goede blues setting in. En natuurlijk het Veemarktpleintje waar we heel veel Latin draaien. Nou, en daarnaast heb je allerlei verschillende stromen die uiteindelijk overal terugkomen op jazz. En dan een eigen stijl hebben gedacht. En dat maakt het gewoon een compleet festival. En daarom zeker ook gaan kijken. Heren, dank jullie wel. Heel veel plezier nog tot en met de zondag ook. En ook het weer gaat gewoon nog meewerken. Zeker. Dank je wel. Want dan komt die zon tevoorschijn. En dan zie je ook inderdaad allerlei paradijsvogels die dachten... we gaan lekker naar Breda toe. We zetten het beste beentje voor. En we gaan dansen en chansen en een biertje pakken. En wie weet kom je dan wel van ons, onze Mike Siebelink, tegen. Hey Jess, is dat iets wat in uw agenda omcirkeld staat, waar u echt naar uitkijkt? Ja. En wat vindt u er dan zo mooi aan? In de eerste plaats de opening, dat vind ik een van de mooiste dagen van het jaar altijd. Omdat dan hoor je voor het eerst na een jaar die muziek weer eens een keer. Ja, hartstikke gezellig, lekker sfeertje, lekker druk en lekker weer. Nee. Hoe lang hebben we die paraplu's bij? Hoe lang hebben we die paraplu's bij? En waarom? Waarom? Niet voor de regen, maar dat is echt het New Orleans. Oké, dat hoort erbij. Een New Orleans is een Grand Marshal. Eigenlijk moet ik met de dames beginnen, want dat zijn sidewalkers. En dat is het originele. En dat proberen we toch wel na te bootsen. Okay, dit zijn nou een beetje uw hofdames. Of hoe moet ik het zien, die onderlinge relatie? Mijn vriendinnetjes. Vriendinnetjes? Ja. Nou, dan heeft het goed voor elkaar. Ja, dat zegt mijn vrouw ook altijd. Ja. Dat vindt die vrouw gewoon goed dan, hè? Ja, daar ga ik wel vanuit. Daar ik mee. Nee hoor, nee, ze zal echt niet bellen. Ik heb vroeger blokfluit gespeeld. Ja. En dat heb ik heel lang gedaan. En toen dacht ik, ik wil iets hebben wat meer lawaai maakt. Dus toen ben ik overgegaan op saxofoon en daar heb ik er een paar van. Ja, gezellig en leuk, allemaal jong en oud door elkaar. En de sfeer is heel gezellig. Mensen die maken het echt leuk met elkaar. Ja, hoe is de sfeer, dames? De sfeer is geweldig. Dus elk jaar weer. Je hoeft niet van jazz te houden om dit leuk te vinden. Vind je het een beetje leuk hier? Ja. Ja? En waarom vind je het leuk? Omdat er muziek is. Ja. Wij kwamen hier, we waren vanmorgen op Delft Station. Ja. We hebben een kantje gedraaid, een muntje gedraaid. Toen zeiden we van joh, of Breda of Haarlem. Toen kwam Haarlem er als winnaar uit, maar wij wilden natuurlijk gewoon naar Breda toe. Veel gezelliger. Veel leuke mensen, 3 graden warm als een Haarlem ook. En ik was toch een beetje zomers gekleed, dus vandaar eigenlijk. We hebben hier internationaal, je komt uit Noorwegen. Yes, I do. Maar je verstaat me wel heel goed. Yes, I do. En do you like the jazz festival? Of course. It's nice weather, beautiful people. Yes, nice weather, beautiful people. Yeah, for sure. But what do you think of the Dutch people? I love them, for sure. I love them, yeah.
Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, just the open people, yes. Love to drink, nice weather, yeah, everything. U bent er net, hoorde ik, maar hoe vindt u de sfeer nu al? Ik vind het een gezellig sfeertje, lekker muziek. En nou, het zonnetje, het is in ieder geval droog, dus dat is lekker. Sick. Hebben ze in Noorwegen ook jazzfestival? I think they do, but I've never been there, no. Okay. En hoe zeg je nou in het Zweeds van, nou het is hier superleuk, het is hier gezellig? Noors. Noors, Noors, dat ligt allemaal bij. Ben je wel eens vaker geweest naar het jazzfestival? Nee. Eerste keer? Ik wist niet wat jazz was. Ja, zeker. Ik vind het superleuk om hier te komen. Ik woon in de binnenstad, dus dan kan je zo even inhoppen, zeg maar. We knippen er allemaal uit. Hoe zeg je nou in het Noors, ik vind het hier leuk? Ja, je harde simp moest onthouden. Nou, dat kan ik niet nadoen. Maar het is hartstikke leuk. Ik kan alleen jouw witte war Ikea. Dat is het enige wat ik kan. Ik wist niet wat jazz was. Nou, je steekt nog wat op, zo zie je wel, wanneer dat je naar Jazz Talk kijkt. En we zijn er dus tot 10:30 vanuit de tussentijd in Breda. Nieuwe gasten bij mij aan tafel. Stond er mooi op het affiche Jazz en Poetry. Angela van Rijthoven en Peter Meegaars. Een hele goede avond. Nou, dat klinkt dus in het Engels, maar Angela, je hebt vanmiddag in het Nederlands staan zingen. Zeker. Wiens teksten? Ja, niet de minste Nederlandse teksten, van Willem Wilmink. En merk je dan ook al in het publiek van, oh, mensen herkennen stukjes? Ja, ik weet wel zeker dat de optredens die wij doen met dit programma, dat de mensen ook echt komen voor Willem Wilmink. Die heeft zo'n ongelooflijk grote schare aan bewonderaars. En nog steeds, van jong tot oud. Dat vind ik echt prachtig. Peter, jij speelt dan ook de gitaar. Muziek waar je ook echt wel het kopje bij moet houden. Hè? De standaard met bladmuziek staat erbij. Kun je tussendoor nog wel een beetje in het publiek kijken en meegenieten van mensen die naar jullie zijn gekomen? Ik doe mijn best. Ja, het is niet alleen die bladmuziek. Het is bijna klassieke muziek, want er is heel weinig speling mogelijk. Dus het staat er en dat moet je spelen. En ondertussen moet ik ook nog allerlei pedaaltjes bedienen. En ik als het normale jazzmuzikant die gewoon zijn gitaar aansluit en dan gaat spelen, moest toch even schakelen om op zo'n manier muziek te maken. Ja, het is bijna als klassieke muziek. Maar fantastisch om te doen. Hoeveel uur studies zitten dan wel niet in voor die jazz en poetry zoals jullie hem gedaan hebben? Ja, veel. Cool. Stiekem toch heel veel. Voorbereiding en veel repeteren. En we merken nu ook wel, doordat we veel gerepeteerd hebben, op een gegeven moment, als het dan zit, dan blijft het ook heel lang in je hoofd hangen. Je pakt het wel weer op. Mm-hmm. Dat gaat goed. Angela dan, hij was van het Twents natuurlijk ook. Hè? Dat ging er ook prat op, daar zeker ook in Twente voor prijzen gekregen en van alles. Hou je het echt op het Nederlands of ga je ook naar Twents toe? Ik hou het op het Nederlands en ik denk dat ik netjes Nederlands zing. Redelijk accentloos Nederlands zing. Maar weet je, ik ben een Brabantse. Ik ben gewoon geboren en getogen in Breda. En dat mag je, ja, dat mag je ook horen. Taal is taal. En ik vind niet dat ik mijn eigen afkomst hier uit Brabant moet verloochenen omdat ik gedichten ga zingen die iemand uit Twente heeft geschreven. Nee, en ik denk ook niet dat hij dat wil. Ik bedoel, alle Nederlandse artiesten hebben zijn werk gezongen in Klokhuis en Sesamstraat. Stratenmaker op Zeeshow. Kinderen voor kinderen. Ja, precies. Ja. Nou, laten we even gaan kijken hoe dat jullie het aanpakken. En dan beginnen we inderdaad met jou, Peter. En hoe dat jij er dan bij komt. En hoe dat vanmiddag klonk in de Lutherse kerk. Thank you.
een klein stukje wat we konden laten zien hoe dat het vanmiddag klonk in de Lutherse kerk tijdens Breda Jazz. Jazz and Poetry heet dat en dat wordt dus verzorgd door Angela en door Peter. Een hele mooie plek ook, denk ik, om te spelen met een heel mooi luisterend publiek, Angela, of niet? Dankbaar. Heel dankbaar. Heel dankbaar. Mensen hadden van tevoren, waren natuurlijk al kaarten verkocht, maar uiteindelijk stonden er drommen voor de deur. En het is grappig, want je gaat soundchecken, dus je bent er op tijd. En je kunt eigenlijk weer gaan soundchecken als alle mensen er binnen zitten. Want alle galm, wordt anders. Alle galm gaat weg. En daar waar je denkt, oeh, het klinkt wel heel erg galmig. Als die mensen er zitten, wauw, dan, ja, je hoeft bijna niet meer te werken. Het geluid draagt, iedereen kan alles verstaan. Het is echt, ja, echt heel fijn. Zong jij dan nog door een microfoon? Of gewoon door, door de klank? Een klein headsetje. Ja, dus nog een beetje versterking ook. Ja. Jij natuurlijk ook op de gitaar, de elektrische gitaar, wel beter. En dan, ja, jong en oud, zei je al. Toch nog die aantrekkingskracht, die heeft Wilming dus nog steeds. Ja, ja. Ja, ik merkte het ook. Kijk, Angela die zingt die teksten dan. En ik heb dat hele programmaatje aangevuld met andere gedichten van Wilmink die een beetje bij het verhaal van het boekje, want daar ging het uiteindelijk om, de 13 maanden van het jaar. Ja. En ik sta dan die gedichten te declameren, zal ik maar zeggen. En je ziet dan door die teksten van Wilmink precies in het publiek waar het de mensen raakt. En dat was heel goed te zien. En dan, dan ben ik er trots op dit soort Nederlands. En dat we zo'n dichter hebben. Ja, dat is echt fantastisch. En trots op jullie dat je gewoon een uitverkocht huis had ook nog een keer. Jullie zijn nog niet weg bij Breda Jazz. Als mensen denken, oh, dit is geweest. Ja, maar Angela, te beginnen met jij, met jouzelf. Morgenmiddag gaan we volgens mij weer lekker aan de bakken. How about Rita? Met How about Rita. Ja, we staan in de Merkstein om 5:00 en tot 6:45. Dus ook weer iedereen op tijd komen. Want anders gaan de poorten dicht van de tuin. Dan kan je er niet meer in. En het wordt lekker weer. Dus ja, dat precies. Jij altijd veel volle plezier. Bak ambiance. Ja. En dan Peter, jij mag zondag weer. En zaterdag. En zaterdag ook nog. Waar voor het affiche? Zaterdag aan het begin van de middag in de Merkstuin met mijn eigen trio. Mingaars, Bogaert, Dijkgraaf. Spelen alleen maar eigen stukken. En dat gaat meer richting de moderne jazz uit. En zondag aan het begin van de middag met de Bredaarsche Gitaarcompagnie. Lekker jammen met 4 gitaristen en ritmesectie. Ik wens jullie daar heel erg veel plezier mee. Nog een hele mooie Breda Jazz. En dankjewel voor jullie komst richting onze pop-up studio, noem ik hem maar eventjes. Tot de volgende keer graag. Dan eens even kijken hoe dat het nu gaat op dit moment in de binnenstad. Want ik was hier al op tijd. Toen kon ik over de koppen lopen. En dan heb ik mijn collega richting Kerkplein gestuurd voor een band die vernoemd is naar een klein wapen dat dames dan in de jaren 40, 50 zo heel sexy in de kousen konden steken. Ja, je moet een goed verhaal hebben bij je bandnaam natuurlijk. Nou, dat is de D-Tonics wel gelukt. En op papier staat er dan West Coast Blues. Daar word ik echt heel erg blij van. Dus dan is de vraag aan mijn collega Raymond. Wordt er al een beetje zwoel gedanst? Ja, er wordt zeker gedanst. Vooral iets dichter naar het podium toe. Want de D-Tonics staan op het podium. En dat zeggen ze altijd van zichzelf. Als de D-Tonics op het podium staan, dan wordt er gewoon gedanst. En ja, het is een beetje een bluesfeertje. Muziek alsof je in een oud casino zit, dat willen ze ook uitstralen. En hier staan een paar hele gezellige mensen. Kijk, er wordt al gedanst. Eventjes live. Ja, dit is genieten, denk ik. Ja, dit is heerlijk. Dit is heerlijk. Ja, weet je, Breda is de mooiste plaats om te zijn hier. En waarom is het nou zo mooi dat Breda jazz? Nou ja, omdat de sfeer is gewoon fantastisch. En lekker dicht bij huis, hè? Ja, lekker dicht bij huis, zeker weten. Nou, staan de D-Tonics op het podium. Leuk bandje volgens mij, wat vind je ervan? Ja, gezellig wel, ja. Of zit je stiekem gewoon alleen maar hier bier te drinken en denk je, wat er op het podium staat, dat boeit me niet zoveel? Nou, ook wel een heel klein beetje, maar... Wat maakt het nou voor jou zo leuk, dat Breda Jazz? Gewoon de gezelligheid, de mensen, de, ja... Genieten. Ga je ook alle dagen of niet? Niet alle dagen, maar wel... Zoveel mogelijk. Ja. Ga ik ook nog even naar jou. Ja, jij staat een beetje stil nog, je moet een beetje dansen. Ja, nee, ik kom net. Weet je wat het is? Ik kom eigenlijk uit de Ramsfeer, maar ik vind het wel goed om die tijd te overbruggen om hier naar Breda te komen, omdat ik toch jazzfest wil mee te maken. Maar je staat zo stil, je moet dansen. Ja, dan moet ik nog 1 biertje meer hebben. Nou, pak die, bestel die, krijg je van mij, betaal ik je zo meteen terug. Ja, en de D-Tonics die staan hier nog eventjes op het podium, in ieder geval het komende kwartier nog. En eigenlijk is het verhaal, hoe verder je maar naar voren blijft lopen, hoe drukker het is. Het staat helemaal vol tot achter. En hier dansen ze nog een kwartiertje tot 10:00 los met de D-Tonics.
En ik ga jou gewoon straks natuurlijk weer naar iets anders sturen, Raymond. Dat snap je wel, want Breda Jazz heeft dus allerlei stijlen. Blues is er dus goed vertegenwoordigd. Ik denk dat je straks maar eens naar iets gaat sturen waarbij je de heupen los mag gooien. Dan bij ons in onze pop-up studio, waar je naar kijkt, Jazz Talk. Daar kijk je naar Breda nu en Omroep Brabant samen. We zorgen ook ervoor dat er hier live muziek in de studio gemaakt gaat worden. En dan kunnen we het wel op Louisiana en New Orleans houden en dat daar hele toffe jazz van gemaakt wordt, maar er is ook nog hele andere toffe muziek in die staat in Amerika te vinden. Jaren geleden komen dan de Fransen aan in de Verenigde Staten en die nemen natuurlijk hun taal mee en hun gebruiken mee en dat mengt zich dan weer met het Creoolse en dat levert ook nog eens een keer een hele fijne keuken op. Ga ook echt een keer ook Cajun Zydeco eten. Maar aan muziek wordt het dan ook heel erg interessant en dan krijg je nu een voorbode van wat er bijvoorbeeld morgenmiddag in het Spanjaarschap te zien en te beleven is. Dus ga nu genieten, want ze gaan het live spelen voor ons in Jazz Talk. En dat is Alé Mama en de River Zydeco Band. La plus vieille de la bande, elle est la plus mignonne, mais la plus jolie, elle a les yeux de canaille. Elle dit pas à ta maman que j'ai vu tes tombes, elle dit pas à ta part que j'avais pas bon père. Tu galopes, mais pour le point de pain, tu galopes, mais pour le point de pain. Et chère cousine, mais donnez-moi celle-là, mais si c'est pas celle-là, que j'avais pas du tout. Allez, Joe, pire l'accordéon. The oldest of the bunch is the nicest one. Juliet one has the rascal eyes. You tell it your mom that I tasted your kiss. Don't you tell it your dad that I'm out of my head. Can't agree but to the high fine point. Can't agree but to the high fine point. A dear cousin, if you please this one. If it's not this one, then I will not at all. Dus Alé Mama en ook de River Zydeco Band te gast is. Of ja, een gedeelte er maar van natuurlijk. Hè? Want morgen Spanjaardschat, Breda Jazz. Dan zijn jullie verdubbelen volgens mij morgenmiddag, toch? Is dat zo, ja? Het schijnt zo te zijn, toch? Nou, de River Zydeco Band, daar ben ik dus lid van. En die zijn met z'n tienen. We hebben drie hele mooie dames die backing vocals, heet dat op zijn Duits, hè? En Alé Mama, daar is deze man de vertegenwoordiger van. Dus dan nu dit samenwerken, moest hij nog heel hard voor gerepeteerd worden? Of dit is zo'n klassieker, dit staat meteen als een huis?
Nou, we hebben wel even geoefend, want ja, deze jongeman van alleen maar maat, dat is nog niet zo bijzonder, hoor. Nee, want die nummers die kennen we allemaal dus uit het verleden. En even kijken van in welke toonsoort spelen we het, ja. En dan gaat het vanzelf. Even een andere bak koffie. Überhaupt als mensen nu inschakelden en dachten, welke taal zingt hij nou? Dat was geen Brabants. Nee, het was Duits. Nee. Nee, het was Frans. Ze noemen dat eigenlijk patois Frans. Ja. Dus het is een dialect wat die mensen in Louisiana daar spreken. En daar zitten wat invloeden van Creole zitten erin. Daar zitten Franse invloeden in. Maar het is eigenlijk een mengelmoes van allerlei verschillende talen. Met Frans als hoofdtaal, ja. Dat kon je nu dus een beetje mee gaan oefenen ook. Dan morgen dus lekker gewoon Breda Jazz spelen. Maar dan weet ik dat Jo, mee een week of twee, is het ook groot feest. Hè? Want de River Zydeco komt uit de zuidelijke staten van Amerika. Voor Zydeco in Nederland moet je gewoon in de zuidelijke provincie van Nederland zijn. Gewoon lekker in Brabant. Dus Raamsdonksfeer, het wordt weer feest, Jo? Het is weer Zydeco City tijd, Eefke. En ja, 25... mei gaat het los en dan hebben we 3 dagen Zydeco City. Prachtig programma, internationaal programma. Cajun food, dansen, prachtige decoratie, mooie tent, een heleboel vrijwilligers en een heleboel bezoekers die naar Raamsdonksfeer gaan komen. Dan wens ik jullie daar alvast heel erg veel plezier mee, dat inderdaad. Wil je meer van dit, dan moet je dus inderdaad er zijn over twee weken. Lekker een weekendje gewoon camping opslaan, die zit er ook nog eens een keertje bij. Maar hou het nu even bij Breda Jazz. Ik kom straks nog bij jullie terug, want jullie zijn helemaal gesoundcheckt en alles. Dus ik wil graag voor jullie nog meer gaan horen inderdaad. Maar Alleen Mama en de River Zydeco Band, morgen onderdeel van Breda Jazz, vanaf 1:30 op het Spanjaarsgat. En dat duurt dan tot 5:00, dat feestje van die heren daar zo. Er wordt nog veel meer muziek gemaakt natuurlijk. Weer eens even tijd om te gaan kijken naar een reportage die gemaakt is. Nou, bandnaam, dat is echt al een 10 met een griffel waard, vind ik. Want dan heten ze Those Metal Boys with their metal toys. Moeten we dan nu opeens gaan denken dat er Metallica ingefietst gaat worden dit jaar bij Breda Jazz? Nou nee, het zijn Oost-Vlamingen die gewoon op een hele bijzondere manier muziek gaan spelen van voor de Tweede Wereldoorlog. Het is de eerste dag van het Jazz Festival en zoals je ziet, het is al in volle gang hier. Iedereen is lekker een drankje aan het doen, iedereen is lekker aan het dansen en wij gaan zo meteen kijken bij Those Metal Boys met de Metal Toys. We hebben net een van de leden gekaapt van de Metal Boys met de Metal Toys hier midden in de pauze. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat heel lekker. Ja, in het begin een beetje een probleem met geluid, maar nu is alles opgelost. En ja, het loopt wel lekker. Een heel leuk publiek. En het weer valt ook heel erg mee. Hè. Ja. Zijn jullie dan van plan om in het tweede gedeelte ook nog keihard lekker te gaan knallen? Natuurlijk, natuurlijk. Hè. Dat was nog maar een opwarmer en straks komt het echte werk. Hè. Ja. Oké, okay, bij mensen denken altijd Those Metal Boys met de Metal Toys, snerpende gitaren, hevige muziek. Maar je zijn gewoon een heerlijke jazzbandje. Zou je daar wat meer over vertellen, over die naam? Ja, uiteindelijk heeft het gewoon te maken, niets met heavy metal of wat dan ook. Hoe leuk dat dat ook mag zijn natuurlijk, we hebben daar helemaal niks tegen. Maar wij spelen op echt metalen gitaren, oude muziek van de jaren 30. En dat zijn ook op gitaren van de jaren 30. Dus die instrumenten kloppen, het zijn metalen gitaren, vandaar Those Metal Boys en Metal Toys. Okay, en wat voor een soort geluid geven nou die metalen instrumenten in vergelijking met de andere jazzbandjes hier? Zij zijn uiteindelijk ontworpen om meer volume te geven. Nu is dat natuurlijk minder nodig omdat er ondertussen microfoons op de markt zijn. Maar in de jaren 30 was dat nog niet altijd zo, dat begon wel. En die gitaren zijn echt gebouwd om veel volume te geven. Dus ze klinken wel wat ruw, maar toch iets anders dan een houten gitaar. Ja, dat is zeker te horen inderdaad. En dan de laatste vraag. Gaan jullie de rest van het festival ook nog meepakken of hebben jullie andere plannen na vandaag? Nee, ik kan nog wel even rondlopen, want het is echt heel gezellig. Het is de tweede keer trouwens dat we hier spelen, dus we weten dat het heel gezellig is. En we keken er naar uit om hier te zijn. Nou, heel erg bedankt. Heel veel succes zo meteen nog. Oké, dank u wel. Een fijne dag nog. All by myself, don't need
En dat kwam dus uit Oost-Vlaanderen, wist ook de weg naar Breda te vinden. 48e editie is los van het Breda Jazz Festival. En ze vieren 300 jaar jazz uit New Orleans. Bakermat natuurlijk van wat we hier vandaag vieren. En dat doen we dus tot en met de zondag. Maar hoe zie je dat nou dan terug, bijvoorbeeld letterlijk op straat? Nou, door bijvoorbeeld tegen de band aan te lopen, waar de twee heren bij mij in de studio van zijn. Brass Society, dus Sander en Peter, goedenavond. Goedenavond. Want jullie hadden niet één vast podium gekregen, hè Sander? Het nee, was dat de klopt. Bedoeling dat je ging lopen, toch? Ja, dat klopt, inderdaad. We zijn begeleid door Betty van de organisatie Breda Jazz. En die verzocht ons om van podium naar podium te lopen. Nou ja, we hebben dan niet op podiums gespeeld, maar ja. Wel op straat. En dat is eigenlijk de traditie die in New Orleans gebruikelijk is. Dat de bands op straat lopen en zodoende een publiek achter zich aankrijgen en van plek naar plek meesleuren eigenlijk. Eigenlijk, je gaat een soort karavaan, je wordt een optocht dan dus, Peter. En het mooie is, je hebt natuurlijk geen, je hoeft, meestal heb je bij een band natuurlijk versterkers nodig en allerlei dingen. En dat hoeven jullie niet, hè? We hebben het niet nodig. Alleen, we hebben het wel gebruikt. Ja. We hebben vandaag eigenlijk niet lopend gespeeld. We hebben overal met een bouldercar en een speaker van A naar B gelopen en gelijk snel opgezet en weer gaan spelen en weer afgebouwd. En dan een megafoontje eraan en dan allemaal naar ons toe. Wij doen best wel veel dingetjes of nummers met zang. En wij vinden het fijn als er dan ook wat versterking daarbij is, zeg maar. Dus dan heb je die nodig. Jullie zijn dan in totaal met 10 man. Met 9. Met 9. Ja. Maar normaal, het is niet zo dat jullie alleen maar dit doen, hè? Je hebt er ook nog andere dingen bij. Hoe bedoel je? Toch ook nog, hè? Allemaal nog andere ensembles waar jullie uit samengesteld zijn. Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk een beetje een gemêleerd gezelschap. We komen uit verschillende achtergronden. Ik kom bijvoorbeeld uit het klassiek orkest. Hij ook. We hebben eigenlijk een beetje dezelfde achtergrond. Maar we hebben ook mensen die komen uit carnavalskapellen. Ik weet niet of je Jubal kent uit Dordrecht. Het is een beetje zo'n showkorps. Oh ja, ja. Daar hebben ook mensen vandaan. Op een gegeven moment hadden we het idee van, ja, we willen zo'n jazzband, zo'n New Orleans band beginnen. En toen hebben we mensen bij elkaar gehaald en zijn we dit begonnen eigenlijk. En kom je op deze 9 uit voor Brass Society. Ja. En zei je al, hè, net zoals in New Orleans, Peter, ben je er ooit geweest? Weet je hoe dat ze het doen op straat, in de echte Big Easy? Nee, eigenlijk niet. We hebben ooit een keer zijn we naar een band die uit New Orleans naar Nederland is gekomen geweest. Maar voor de rest ben ik er nooit geweest. Het was het idee met de band, dat is nog steeds het plan, om daarheen te gaan. Ja. Het plan stond voor dit jaar, maar toen hebben we een mooie bus gekocht en daarom hebben we nu niet. Het komt nog. Ja, met een bus is zo handig. Niet echt handig, hè? De Atlantische Oceaan oversteken. Zo wordt zo'n gedoe ook. Laten we gewoon even kijken hoe dat jullie in ieder geval klonken. Want we hebben op een gegeven moment achter jullie namens Breda Nu en Omroep Brabant een cameramens achter jullie aangestuurd. En dan hebben de mensen een idee wat dat nou is dan, die New Orleans Jazz. Sí, Eefke, conjunto Amsterdam, buenos días, español hier in Breda. En er wordt ook op zijn Spaans gedanst, moet je eens kijken. Ik probeerde maar eens tussen te dansen. Dit is geniet, hoor. Absoluut, het is heerlijk. Mooie Spaanse klanken zijn er. Absoluut, ik hou van de Spaanse klanken op een Veemarktpleintje. Dat is fantastisch. Wat maakt het nou zo mooi, dat Breda Jazz, voor jou bijvoorbeeld? Ja, Breda Jazz is gewoon mooi omdat alles door elkaar zit. Alle verschillende muziekstijlen door elkaar. Wel allemaal jazz, maar het blijft gewoon mooi. Wat ook meevalt volgens mij is het weer, hè? Want kijk naar boven. Het weer zit enorm mee, ja. Ze hadden regen voorspeld voor vandaag, maar het is gewoon droog gebleven. Ja, lekker genieten. Ze dansen hier vrolijk verder in Spaanse stijl. En hier staat volgens mij ook een heel gezellig clubje. Bier wordt er al genoeg gedronken. Nou, zeker. Hoeveelste is dit voor jou? Wil je een eerlijk antwoord? Ja. Hij moet even tellen, er wordt geteld. Een stuk of 10, denk ik. Over de hele dag. Daarom is het zo gezellig misschien. Als het daaraan moet liggen, dan... Wat vind je van het bandje? Erg leuk. Ja, klinkt goed. Even in het kort, waarom is Breda Jazz nou zo tof om naartoe te gaan? Want je gaat er naartoe. Nou, uiteindelijk omdat mijn vader mij gevraagd heeft om mee te gaan natuurlijk. En daarnaast is het gewoon een hele goede sfeer. Ik ben hier al eerder geweest en het is erg gezellig. Dit is vaders en dit is dus een echte jazzveteraan, of niet? Ja, maar ook voor carnaval. Ja, want hoeveel jaren gaat u al naar jazzfestival? Nou, ik denk dat we wel een jaartje of 10 hier toch wel komen. En waarom kom je dan steeds terug?
Omdat ik het gezellig vind. Ja. En Breda vind ik een fijne stad. Ja. Nou, daar is het ook. Nou, ga lekker genieten. Hier wordt dus iets minder gedanst. Hier achter mij gaan ze nog even door. En ja, in de echte gezellige muziek, in Spaanse sferen, gaan we hier door. Conjunto Amsterdam. Ik zeg even buenos dias. Buenos dias inderdaad. Er komt Raymond gewoon eventjes doorgefietst om te laten zien dat er dus inderdaad heel veel is. Een heel breed aanbod op Breda Jazz. Een voorbeeld van dus dat stuk Latin dat ze aanbieden. En dat was dus aan de gang op het Veemarktpleintje hier zo in Breda. Terug naar mijn gasten dus aan tafel die een mooie bandbus hebben gekocht. En het plan hebben om echt nog een keer naar NOLA, de Big Easy, oftewel naar New Orleans te gaan. Dat zijn Peter en Sander van Brass Society. Heren dan... Ja, je hebt gewoon die brass-traditie. Nou ja, lang leven internet, je kunt dat luisteren en dan weet je dat ze het in New Orleans maken. Maar zoals jullie het dan doen, wordt het dan toch een beetje Europees? Dat je denkt, het is toch een tikje anders dan wat ze in New Orleans maken, Sander? Ja, ik denk het wel. Want wij, waarom? Nou, wij pakken gewoon een beetje nummers die mensen hier wel kennen, zeg maar. En dat zijn vaak een beetje jaren 60, jaren 70 nummers die we dan... Ja, voor onze band herschrijven en eigenlijk op maat maken voor onze band. En dan gaat het al gauw richting de pop of de... Geef eens een voorbeeld van bijvoorbeeld echt een liedje van je ding. Nou, dat kennen de meesten. Nou, we wel. Spelen bijvoorbeeld Molokko van... Molokko is de band en het nummer heet... Swing It Back. Sing It Back, Sing inderdaad. It back. Yeah. En die spelen dan gewoon een beetje met een dance beat eronder. Mm-hmm. Maar we spelen ook bijvoorbeeld Unchain My Heart van... Joe Cocker heeft Joe hem onder andere gespeeld. Meerdere artiesten hebben hem gespeeld. Dat maken we dan op maat voor onze band eigenlijk. En dan is het niet eens heel jazzy, maar het is wel brass en feest. Het slaat wel aan, zeg maar. Mensen willen dansen. En lukte dat ook vanmiddag? Waren ze een beetje genegen om te dansen, Peter? Er zijn zeker mensen ook gewoon voor onze neus, gewoon een halve meter voor je neus gaan dansen. En dat is toch heel mooi dat je gewoon aan het spelen bent en dat mensen gewoon voor je neus gaan dansen met z'n tweeën. Alsof er niemand staat te kijken. Daar doe je het voor bijna. Dus je krijgt echt gewoon een kringetje om je heen eigenlijk met dansende mensen om je heen? Ja. Nou, met publiek en dan af en toe staan er mensen gewoon helemaal los te gaan. Nou, als je stil blijft staan, dan moet je even na laten kijken eigenlijk. Ja, maar het ligt ook aan de energie die je erin legt als band. Ja. En, wij hebben wel geleerd dat we gewoon veel energie moeten geven. En dan krijgt het publiek ook veel energie. Ja. En dan krijg je vanzelf een reactie daarop eigenlijk. Ja, het publiek voelt het feilloos aan of het echt is of niet. Dat ben ik helemaal met jullie eens. Ja. Laten we even gaan kijken hoe dat dan die brass muziek klinkt zoals jullie hem vertolken. Brass Society. Ja. Dennis en Peter, dank jullie wel.
een voorbeeld van hoe dat je New Orleans terugziet in de programmering van dit jaar op Breda Jazz. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook terug in City of a Million Dreams. Dat was er ook vanmiddag. Wouter Nouwens en Emiel van Pelt, heren, goeie avond. Want dat is dus de geschiedenis van de jazz in New Orleans, maar dan gezien vanuit jullie perspectief. En Wouter, welk perspectief is dat om mee te beginnen? Oei, ja, dat is een heel lang verhaal. Wij spelen heel lang samen. En wij zijn begonnen, ik denk inmiddels misschien wel 40 jaar terug. En samen zo'n 35 jaar terug in de New Orleans muziek in Nederland. En dus daar zijn we eigenlijk met de oude New Orleans muzikanten in aanraking gekomen. Ja. Dus in het noorden van Nederland was een redelijk levende jazz scene. En van daaruit zijn we in contact gekomen met mensen als... Ja, Louis Nelson, Kit Thomas, de oude New Orleans muzikanten. En ja, dat heeft zich verder uitgebreid. Dus de hele stijl is ook in New Orleans geweest. Emiel vaker, denk ik, dan ik. Nou, één keer hoor. Ja, maar toch een plek. Je voelt daar de geschiedenis zit in de grond natuurlijk ook. En dan jezelf, hè, Emiel, pianospeler, heb je ook nog daar dan lekker kunnen spelen in New Orleans? Ja, ik heb gespeeld in een kerk en op de boot en in de Preservation Hall. Dus ik heb wel wat gespeeld daar. Ja. Was leuk. En dan jullie samen. Je doet het dus inderdaad vanuit het perspectief van voor jou piano en dan voor jou banjo. Is dat heel goed te doen of is dat dan toch nog heel erg zoeken naar wat past er bij elkaar en zo? Ook al speel je al heel lang samen, nu moet je het met z'n tweeën doen. Ja, nou ja, gaat vanzelf. Wij voelen elkaar heel goed aan, van begin af aan. Dus ritme is het belangrijkste aspect van de New Orleans muziek. En wij hebben allebei dezelfde opvatting. Daar zijn we eigenlijk in gegroeid. Dus past eigenlijk na. Dus we hebben niet eens gerepeteerd vanmiddag. En, ik heb drie nieuwe nummers geleerd. Dus niet dat ze nou. Het is niet zo complex. Dus de muziek is eigenlijk redelijk eenvoudig. Het gaat meer om het gevoel dat je erin gooit. En, dus dat is heel leuk. Dat werkt heel goed met Emiel. Jullie stonden in de Merkstuin. Hè? Dus dat is ook eigenlijk als je naar... Hè, want sommige mensen denken, oh, Breda Jazz, dan kom ik uit op de markt of de havenmarkt. Dus druk en een grote mierenhoop. Merkstuin is een hele andere ambiance natuurlijk, hè? Ja, maar het was toch aardig druk. Ze hebben op een gegeven moment de hekken moeten sluiten omdat het te druk werd. Dus, omdat ze weg wouden, dat weet je natuurlijk. Maar ze zitten in de eerste instantie wel. Je hebt een wat rustiger, luisterend publiek. Ja, dat is leuk, zeker als je met z'n tweeën bent. Ja. Ja. Laten we dan eens even gaan kijken hoe dat dan klonk en hoe dat eruit zag. Want ook Breda Nu en Omroep Brabant, die waren daarbij. Thank you.
leek Emiel van Pelt gewoon wel een soort professor Longhair, maar dan gewoon in Brabant gewoon nog eens een keer. Het was een onvervaste boeien die er daaruit geperst werd. Zeg maar een feestje. Ja, nou, het was leuk. Het was heel erg goed om te doen. Ja, ja. Ja dan, maar de meeste mensen denken bij jazz en zeker bij New Orleans inderdaad, en van die brassmuziek ook, dat je denkt, waar zijn de blazers dan ook? Ja, heb je dat nooit wel eens dat mensen ook een beetje denken van, komt er zo meteen nog een hele sexy trompetten, saxofoons, dat soort dingen? Ja, dat had gekund, maar het kan ook zo. New Orleans is natuurlijk... het is veel met drums en met brassband, maar het is ook eigenlijk met piano en banjo. En ja, dat is misschien banjo zelfs nog meer onderbelicht. En dat komt hier een beetje beter uit natuurlijk. Ja. Wouter, dan is er eigenlijk nog wel een wereld te winnen. Ook überhaupt jouw banjo, wat we net zagen ook, hoe oud is die? Ja, dat was geen banjo, maar een gitaar. Ja. Het lijkt op de mensen ja, denken dat het een banjo is. Dingetje, rond, ja. Ja, dat is een tenorgitaar. Die is uit 1936. Zo. Oh, vandaar. Ja. Ik denk al, het is een antiekert, maar dat klopt er ook wel. Ja. En waar heb je die dan gevonden? Amsterdam. Oh, nou komt er een verhaal. Maar hij komt uit Amerika. Het is, eigenlijk is de gitaar, de viersnaren gitaar, is destijds uitgevonden voor de banjoisten. Ja. De overgang van de banjo naar de gitaar. En die konden geen zessnaren gitaar spelen. Dat vind ik ook veel te moeilijk, zessnaren. En daar hebben ze een viersnaren variant van de gitaar voor gemaakt. Dus als deze gitaar kon praten, wie weet. Ik weet niet wat hij heeft meegemaakt, geen idee. Nee, dat is van, van alles zijn. Deze City of a Million Dreams, dus de geschiedenis van New Orleans, door jullie dus dan vertolkt met vier snaren en een piano. Voorbode van een theatervoorstelling. Ja, daar zit nog een grote verhaal achter wat we hier niet konden doen eigenlijk. Dan heb je wel een theater nodig eigenlijk. Dat is eigenlijk een verhaal om op zoek te gaan naar een piano in New Orleans, die we uiteindelijk wel vinden, ja? Maar in stukken, want die is kapot gegaan. Oh. Maar het komt goed en er is op gespeeld door heel veel mensen, dus dat is wel leuk dat te doen. Het is een leuk verhaal, maar het is inderdaad ik heb de korte versie gehoord. het is heel leuk dat je de hele geschiedenis van alle pianisten en alle tijden komt daar door. En met een verhaal. Leuk verteld verhaal. Hou ze in de gaten in ieder geval. Wouter Nouwens en Emiel van Pelt, dankjewel. Jullie stonden dus vanmiddag inderdaad lekker in het zonnetje. Of jullie in de schaduw in ieder geval. Publiek in het zonnetje op Breda Jazz. Dankjewel. Ja. Want dat het hier goed toeven is, iemand die hier vaker is geweest, die weet het wel. Dat het heel erg gezellig is. Deze is het überhaupt in Brabant vaak. Dit is het in Breda ook heel erg vaak, maar met Breda Jazz zeker. Een aantal podia die je af kunt gaan dus. Hè. Het zijn er 17 in totaal. Laten we nu eens even een kijkje gaan nemen bij bijvoorbeeld het Spanjaardschap. De allereerste dag van het jazzfestival van het jaar is al in volle gang. Veel drukke mensen, leuke optredens, hele prettige, leuke sfeer. Maar de avond valt langzaam in Breda. Maar dat wil nog niet zeggen dat het feest stopt. Nee, misschien wordt het wel veel gezelliger en gezelliger. Wij gaan even de sfeer peilen. Wind je op. Mm-hmm. En als de muziek je opwindt, dan moet je dansen. Volgens hem. Wat gebeurt dan ook, zie je? Ja, nee, als er niks anders is, dan doe ik niks. Ga gewoon zitten. Een beetje je moet gewoon lekker uit je bol gaan en gewoon lekker jezelf zijn. En heel veel mensen durven dat niet. Ik ben al jaren de eerste die staat te dansen op festivals of wat dan ook. Laat mensen gewoon lekker losgaan. En kijk, dat is dan weer het effect ervan. Je gaat gelijk mij interviewen. We dansen één dansje, ze gaan ons gelijk interviewen. Ja, dat heb ik wel weer gelijk. Dat gebeurt namelijk nooit. Nee. Ik ben zo spontaan dat ik dat gewoon doe. Geniet u er een beetje van vandaag? Met volle teugen. Ja? Alles heerlijk, ambiance, mensen, de wijn. Wat willen we nog meer? U vermaakt zich eigenlijk wel vanavond. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, de mensen kunnen veel plezier. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Dankjewel. En bedankt Breda voor dit heerlijke festival. Dankjewel. Kom je helemaal uit goed speciaal naar hier voor het jazzfestival of niet? Ja, speciaal voor het jazzfestival en voor deze man. Je hebt ze uitgenodigd? Ze waren hier eigenlijk toevallig. Zij hebben mij uitgenodigd eigenlijk. We hebben onszelf uitgenodigd. Hij is toen ook gekomen. Hoe vinden jullie het hier? Ja, gezellig. Ja. Ja, wat maakt het nou zo gezellig? We waren net een eentje verderop en dan waren ze meer van de rockmuziek. Maar het is wat rustiger, dat bevalt ons beter. Ja, dat is echt, Ik zou dat niet verwachten achter jullie eigenlijk. Nee, hè? Maar dat is van de heerlijke muziek zo. Oké.
Hartstikke relaxed. Twee dames uit heel ver een beetje getrokken. Ja, nee, ik zeg kom nou eens naar een echte stad. Hier is namelijk al jarenlang een jazzfestival en daar gebeurt het. Okay. Dus, maar jullie zijn niet uit de dierentuin ontsnap. Zo. Bij de Beekse Bergen. Ja, een beetje wel, dat zie je wel, hè? Oh ja. Het zit er allemaal in. Ja. Maar jullie, het bevalt jullie hier. Helemaal leuk. Ja, helemaal goed. Helemaal tof. En wat maakt het nou zo leuk dan? Ja, omdat we daar in heel vaak een week in Tilburg niet hebben, denk ik, hè? Dus wij genieten hier dubbel op. Dat zijn helemaal. Zij mag een keer de slagbomen door. Nou, ik ga wel naar binnenconcerten ook. De zaterdagochtend, de Duo Special, dat is mijn favoriet. Ja. Die staat al in uw agenda. Oh, ja, agenda? Staat geen gegrift. En ik vind dat het ook zo hoort. Dat staat er in gegrift. Dat weet je gewoon. Met hemelvaart, dan begint er een heel mooi feest in Breda. Met Breda Jazz, 48e editie. We sluiten zo meteen deze uitzending af van Jazz Talk. Met de mannen die rondom mij staan. Dat is een gedeelte van de River Zydeco Band. En ook een gedeelte van Allee Mama. Hoe is het om met de River Zydeco Band lekker samen te spelen? Nou, dit zijn gewoon oude vrienden van mij. Hè? Ik ben vroeger ooit bij de River Zydeco Band begonnen. En later bij Allee Mama. Maar omdat de jongens van Allee Mama wonen allemaal wat verder weg. Dus ik mocht het vanavond eventjes opknappen. Dus. Maar die komen morgen allemaal wel? En dan die komen morgen zeker. Morgen gaan we er een feestje van maken. Want, op het affiche staat dan Spanjaardschat. Vanaf 1:30 tot 5:00 staat er Allee Mama en de River Zydeco Band. Is dat dan tegelijk of gaan jullie om de beurt op en af? Nou, we gaan om de beurt doen we een setje. En misschien dat tussendoor een beetje kruisbestuiving plaatsvindt of zo. Dat moet toch wel lukken. Dat zal er toch wel in zitten ook. Dan voor mij is Zydeco Music, Cajun Music. Ik denk ook meteen aan dat heerlijke eten. Een gumbo, een po' boys en dat soort dingen. Hoe vaak staat er van dat soort keuken bij jou op het menu? Nou, toch redelijk vaak. Ik heb er een paar mooie boeken van ook. En we hebben een hele leuke kennis in het Cajun en Zydeco wereldje. Sarah Savoy. Die heeft een mooi boek over geschreven. En als je dat aanschaft, dan kun je heel lang lekkere dingen maken thuis. En in het festival, daar staat natuurlijk ook een goede Cajun keuken. Hè? Ja, dat ben je aan je stand verplicht. Hè? Dan kan je niet gewoon pannenkoeken aankomen zetten of zo natuurlijk. Nee. Oké, ik tel hier een hele hoop mondharmonica's. Dus wordt er nog geswitcht zo? Of, het is net Rambo hier, dames en heren. Nou, geen bomgordel, nee. Nou, er wordt nu niet zoveel geswitcht, want we spelen maar een paar nummers natuurlijk. Dus. Het staat heel indrukwekkend in ieder geval. Ik ga jullie vragen om zometeen lekker te gaan spelen. Dankjewel voor het kijken naar deze Jazz Talk. We zijn er ook morgen weer, zaterdag weer en zondag weer. Steeds tussen 9:30 en 10:30. Hele fijne avond en afsluiten natuurlijk. Hè, want het belangrijkste van Breda Jazz is de muziek. Allee Mama en de River Zydeco Band. Josephine, pam pam pam. Fidèle ta mère. Josephine, pam pam pam. Hey hey Madeleine. Josephine, pam pam pam. Oh oh Madeleine. Josephine, pam pam pam. Allez danser le zydeco. Fidèle ta mère, Josephine, pam pam. Fidèle ta mère, Josephine, pam pam. Hey hey Madeleine, Josephine, pam pam. Oh oh Madeleine,
a Josephine by my palm. Allez, allez, allez. He told me a Josephine by my palm. He did on me a Josephine by my palm. He hit my Madeleine a Josephine by my palm. Oh, oh, Madeleine a Josephine by my palm. He hit Louisiana a Josephine by my palm. Oh, oh, Louisiana. A Josephine by my palm. Allez, Joe, tire l'accordéon. Werd mede mogelijk gemaakt door Goedzooi en Blackgate.